En daarnaast heb ik uit zeer betrouwbare bron mogen vernemen dat je gewoon een duet aan het doen bent met Jermaine Jackson. Als het hardop gezegd wordt, is het nog veel cooler. Ja. Het kan toch niet waar zijn, jongen? Het is echt waar. Ja. Het is geen leugen. Ik heb gewoon een plaat met Jermaine Jackson. Flying Solo heet het nummer. Het is mijn nieuwe single. En ja, mijn manager, Charlie Prick, die is een hele goede vriend van Jermaine. Zeg je dat ook mooi, Charlie Prick? Prick, ja. Ik ben er heel trots op. Ik bedoel, hoeveel mensen kun je uitschelden met Prick? En het is een eigen naam. Dus ik kan er niks van gezegd worden. Nee, dus hij had het gewoon gevraagd. En Jermaine die zegt, ja, geen probleem. Stuur het nummer maar op en geef me de... Jullie hebben elkaar niet in de studio ontmoet. Hij heeft zijn deel gewoon ingezongen. Je hebt jouw deel ingezongen. Een beetje tuintje in mijn hart, hè? Ja, ja, we zijn niet samen geweest, helaas. Ik had andere verplichtingen die dag. Jammer. Zo, wat ik heb zo. Dus Jermaine, sorry, maar ik heb andere verplichtingen. Nee. Ik wou het afzeggen, maar ik moest iets anders doen. En Jermaine kon alleen doen. Dus, en ik zat al op een andere plek. Dus al had ik het gewild, was ik nooit op tijd geweest. Want Jermaine die is hier gewoon was heel druk. En die was er maar een paar dagen. En die had heel veel... Heb je wel ontmoet? Ik heb hem wel, ja, meerdere keren, 3 keer. Fantastische man is het. Heel open. Heel toegankelijk. Is het een echte Jackson? Of, Het is wel een Jackson. Hij weet heel goed hoe hij zich moet presenteren. En ik heb zijn shows gezien en ik heb gewoon echt met een mond open naar hem zitten kijken. Echt een soort leerling dat aan zijn lippen hing. Echt zo. Oké. Okay. Er komt een tijd, jongen, dan zijn er kerels en vrouwen en mannen die aan jouw lippen hangen. En dat jij een grootheid bent. En dat, nou, dit, je bent, jongen, ik ga jou aanraken. Wacht, ik ga je even voelen. Even voor al die vrouwen thuis, ik ga je even voelen. Nou, dit is echt. En joh, ik wens jou het allerbeste. En mooi dat je een carrière tegemoet gaat. Die klinkt als een klok. En waar heel veel mensen ja, gewoon van dromen. En jouw droom komt uit. C'est la vie. Het komt uit. Het is geweldig. Het is fantastisch. De Spanjaarden zeggen, hebben een hele mooie uitspraak. Die zeggen, lo mejor de tu vida. En daar leef jij nu in. Ja, leef ik. De mooiste tijd van je leven. Dit is definitely de mooiste tijd van mijn leven. Zeker. Hartstikke bedankt. Paul, kijk eens, ze staan er weer tussen. Ja, inderdaad. Het is weer zover. Het is weer zover, ja. Opname 3:30. Ja. Ben je zenuwachtig? Nee, helemaal niet. Ik heb daar veel mee gedaan, dus. Ook voor tv? Ja. Heel veel. Met wie? Onder andere met Danny Christian. Die is hier ook, hè? Ik heb er straks even gesproken. Ik pakte hem bij zijn borst toen dacht hij dat ik Manfred Jongenelis was. Oh. Zouden we die dan met elkaar uitvreten? Ik zou het niet weten, maar ik heb met Manfred 8 jaar samengewerkt in de band. Ik doe regelmatig nog studiowerk bij Manfred. En, is Manfred de beste accordeonist die Nederland rijk is? Voor mij wel. Voor mij ook? Ja, inderdaad. We kunnen zeggen wat ze willen, maar die feeling die jongen heeft is onvoorstelbaar. Hè? Ja. Het accordeonneke, dat is wel weg te denken in Exit, hè? Dat hoort er niet in. Nee, bij Exit komt het eigenlijk niet. Nee, vind ik ook. Ja. Stel voor dat ze vragen van, we hebben 2 succesvolle concerten gedaan. Stel voor dat Exit vraagt, joh, dit is toch eigenlijk wel iets wat we mooi vinden. Zou jij willen blijven? Wat doe je dan? Gelijk. Ja. Ja, vanwege de gezelligheid? Ja, ook, maar ook qua muzikaliteit. Want ja, je moet die jongens echt niet onderschatten. Hoor. Ik heb van de week met Jacques Verraams ook nog gezegd. Het is niet voor niks dat die jongens toen een hit gehad hebben. Hoor. Dus, als muzikaal, ik heb met heel veel artiesten gewerkt en al. Maar ik vind dit echt, het is nostalgie. De V-log, gisteren hebben we bijvoorbeeld heel close gerepeteerd. Ik heb thuis een klein studiootje. En, ja, ik heb al iets gehoord van Jupiler, dat er flink veel Jupiler staat in de huiskast. Nou, dat heb ik meestal niet in huis. Dus. Nou, het was heel gezellig, echt super. En nou konden we elkaar echt goed controleren en al. En nou vind ik echt van, het gaat echt zitten. Nou. Worden er ook kritische noten tegenover elkaar uitgesproken? Ja, dat moet ook, vind ik, want anders ben je niet professioneel bezig. Dus je moet tegen elkaar kunnen zeggen, dit past niet of dit wel. En, ja, maar de klik is gewoon heel goed. Maar dat was eigenlijk de eerste repetitie al. Maak jij je zorgen om compleet met elkaar klaar te zijn op 25 mei? Absoluut niet. Nee. Geen slapeloze nachten? Nee. Nou, ik kijk er al helemaal naar uit wanneer de volgende repetitie weer is. Of wanneer het concert. Het zal weer spijtig zijn wanneer het over is. Als het succesvol is en er is vraag. Wie zijn jullie dan te zeggen, dat doen we niet? Ja, ik hoop dat er een vervolg komt. Meen ik echt. Ja. Ik weet zeker dat een hele hoop kijkers die nu zitten te kijken ook hopen op dat gevolg. Of vervolg. Ja? Ja. Ik hoop het echt, ja. Nou, volgende week zien we jullie weer. Nieuwe avontuur van Exit. Voor deze week bedankt voor het kijken. Oogjes dicht, snaveltjes toe, slaap lekker. Hallo meneer De Uil.
Exit, kom bij me terug. Een groep uit Den Bosch. Nou, dat komt mooi uit op onze volgende gast. Die voetbalde ooit namelijk als profvoetballer bij FC Den Bosch. Maar intussen heeft hij het zo gemaakt. Zelfs in Duitsland hebben ze nu een album van hem geproduceerd in het Duits. Maar vanavond gaat hij nog even in het Nederlands zingen. Hier is Henk Dame. Zij trouwens de manager van Exit is geweest. Is het zo? Ja, zeker. Dat is heel wacht heel even. Sean, dat hoor ik nou. Ja. Ben je de manager van Exit geweest? Een klein beetje, ja. Ik heb daar op kantoor gezeten. Telefoontjes aangenomen? Wel heel lang geleden. Kreeg ze niet in toom, hè, die gasten? Nou, moeilijk. Grote ogen, hè? Dat ja. Grote ogen dwingen. Ja, dat bedoel ik. We gaan eens even kijken hoe ze ervoor gestaan hebben. Wat ze ervan vonden, het eerste optreden weer. Ja, dat was hartstikke leuk, toch? Om nou zoveel jaar te zien. 30 jaar. Het allerleukste is nog... dat ik Jackie al heel lang ken, omdat hij samen met mijn vader nog gewerkt heeft. Dus, leuke tijd. Dat is echt heel leuk. Mooi. Nou, we gaan er even naartoe. Dankjewel. Ik ga dit interview, Johan Vlemmix staat op punt om te interviewen. Maar wat hij nog niet weet, is dat we dit interview gaan verstoren. We gaan het verstoren, ja. We gaan het verstoren, ja. Kijk wat Johan doet, ja. Ja, hier staan ze dan. Check, wat voor het optreden? Was het leuk? Ja, was het goed? Eerste keer weer op het podium. Ja, dit was onze eerste tv-uitzending geweest. Fantastisch. Dat was erg leuk, ja. Dankjewel. Oké, super. Oh, sorry. Kunt u even wachten? En is het optreden al bijna uitverkocht? Ja, het gaat erg goed in de Maassport. En we zijn ook blij dat TV73 er volop aandacht aan besteedt. Dankjewel. Hoe is het met jou, Pollen? Ja, prima. Ooit zo'n interview meegemaakt? Ja, maar ik ga me steeds beter voelen bij de jongens. Dus, Oké. Dankjewel. Ja, hier staan ze dan. Morgen gaat zijn baard eraf. Dat meen je niet. Ja, hij is de weddenschap. Niet echt de weddenschap. Ik zeg je, die baard moet eraf. Toen zei hij, het is goed, gaan we morgen doen. Maar je zit er al een tijdje wel, of omdat je al een beetje grijs wordt. Zo zie je het. Nee, ik dacht aan de broodkruimels te zien. Maar Jack, zou ik alsjeblieft een duet mogen zingen met Wim Kester? Ja, dat is goed. Onder de mensen? Zo tussen de mensen. Zo tussen de mensen. Ja, dat doen we, is goed. Postuum. Wim Postuum. Mag dat? Of heb je toestemming nodig van nabestaanden? Ja, ik ben bandeigenaar, dus alles is voor mij. Doen we. Te gek. En wanneer is het mooiste moment om die uit te brengen? Mag je zelf weten. Ik heb ze liggen, dus kom maar. Heb je ze gevonden? Ja, ik heb ze vorige keer had je smoesje van, ik moet ze zoeken, dozen. Ja, ik heb brand gehad, weet ik het allemaal. Nee, ik was ze echt kwijt, maar ik heb allemaal 24 sporen tracks terugverdiend. En die moeten we dan bij jou opnemen? Of kan dat bijvoorbeeld ook bij Kees stellen of zo? Bij Kees stellen, geen probleem. Wat te gek, dat gaan we doen. Dan maken we een leuke uitzending van. Ja, is goed, doen we. Fantastisch. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Wij gaan weer richting de uitgang. En dat is in het Engels? Wat is de uitgang in het Engels? Exit, maar als jij het niet erg vindt, lopen wij gelijk met jou mee. Ja. Nee. Ze is weg. Wat is de uitspraak van Theo? Hij zei het. Theo, die mooiste uitspraak. Theo, heb jij nog bonnen? Ik heb altijd bonnen. Nee, jij zegt, heb jij mij ooit zonder bonnen gezien? Theo, heb jij nog bonnen? Maar er is nou geen personeel, heb jij me nooit zonder bonnen? Door een pils gestappen, joh, dat maakt er allemaal niks uit. Man. Ja, wat dacht jij dan? Huppatee. Ik kom graag de volk aan. Oh. Oh. Ik maak hem wel schoon. Moeten wij naar huis dan? Nee, maar ik kan papa zeggen dat het een kortje kan blijven. Een glasje melk. Ik maak hem wel schoon voor jou. Hey Willy. Ja. Groeten, hè. Hey Willy, voorzichtig. Ja. We zien elkaar, hè. Yo. Doei. Kom hier. Oké, Adriaan. We gaan er wat moois van maken. Helemaal super, jongen. Helemaal toppie. Dankjewel. Daar de deur uit.